Dit is Fabian Florand, geboren in Dominica. Zijn moeder is afkomstig uit Curaçao. En hij is sinds 2007 startgerechtigd voor Nederland. Hij is meer nog een hinkstapspringer dan een verspringer. Maar verspringen kan hij ook uitstekend. Gisteren deed hij mee aan de titelstrijd op het onderdeel hinkstapspringen. En wat er toen gebeurde, ja, dat was een trieste situatie. Florand was op jacht naar de WK-limiet. Sprong niet bijna, kwam 15 centimeter tekort. Hij won overduidelijk. 16,55 meter sprong hij. Maar dat was dus 15 centimeter tekort. En na die wedstrijd werd zijn titel afgepakt. Hij was te laat gearriveerd in de wachtruimte. Had problemen bij het ophalen van zijn startnummer. En andere atleten, en dat is een trieste zaak, protesteerden dat hij uiteindelijk toch nog meedeed. Zo werd hij bestolen van zijn titel. Het is een man die dit seizoen 16,65 bij het hinkstapspringen heeft gerealiseerd. En dat is de internationale B-limiet voor het wereldkampioenschap. Hij mag dus nog stilletjes hopen dat hij een bespreekgeval blijft. Dat hij alsnog opgenomen wordt in de WK-selectie. En eigenlijk verdient hij dat ook wel. Dit is 7,16 meter. Vos, allround, zoals alle tienkampers zijn. Een beetje snelheid maken en dan kijken of hij verder kan dan 7,21 meter. Dit is voor hem een test. Over 2 weken in Berlijn, dan is het pas echt belangrijk. Nu is het een beetje de puntjes op de i zetten. Trainen. Kijken of hij scherp kan worden voor het wereldkampioenschap. Kwalificatie daarvoor is al een mooie prestatie. Kan hij zoiets herhalen in Berlijn? Dit is Jonathan Pengel. Dit seizoen goed voor 7,29 meter. Snel atleet. Kan ook goed horden lopen en hij kan ver vliegen. Witte vlag. Dit seizoen uitstekend gesprongen, 7,29 meter. Maar in deze wedstrijd al goede verbeteringen laten zien. En nu helemaal, want dit is 7,62 meter. Dit is de leiding in de verspringwedstrijd. Fabian Florand, één kans heeft hij nog om Nederlands kampioen te worden. Dan moet hij voorbij Jonathan Pengel, voorbij 7,62 meter. Ja, goede sprong. Maar het lijkt me niet voldoende. Hangt in de lucht. Bij zijn landing laat hij wat liggen. Nee, het is 7,49 meter en dat betekent de tweede plaats. Vos eindigt als vierde. Het is Jonathan Pengel die wint.